Opgave 15. Het bedrijf Cleanstra houdt zich bezig met het schoonhouden van grote gebouwen, zoals kantoren en scholen. Het tarief hangt af van de vloeroppervlakte van het schoon te maken object. Voor oppervlakte tot 10.000 vierkante meter kun je het tarief berekenen met de formule K. En K is 27,5 plus 15 gedeeld door x. En hierin is K het bedrag in euro's per vierkante meter dat per jaar betaald moet worden. En x is de oppervlakte in 1000 vierkante meter. Oké, gaan we naar vraag A. Cleanstra maakt het kantoorgebouw van de firma ZNN schoon. Hiervan is de oppervlakte 2000 vierkante meter. Dus ik schrijf even mijn gegevens op. Oppervlakte is 2000 vierkante meter. Hoeveel moeten ze aan schoonmaakkosten betalen? Dus ik wil graag weten de kosten per jaar. Ik pak even de formule erbij. K is 27,5 plus 15 gedeeld door x. Even goed kijken, wat was x ook weer? X is de oppervlakte, maar in 1000 vierkante meter. Dus als x is 1, dan is de oppervlakte 1000 vierkante meter. Als x is 2, dan is de oppervlakte 2000 vierkante meter. Ik moet hier rekenen met een oppervlakte van 2000 vierkante meter. Dat betekent dat ik voor mijn x 2 moet nemen. Ik ga de k uitrekenen. K is 27,5 plus 15 gedeeld door 2. En hier komt uit 35. Nou, kun je denken, ik heb de k uitgerekend, ik ben klaar. Maar er wordt niet gevraagd de k, want er staat de k is het bedrag in euro's per vierkante meter. Dus 1 vierkante meter kost 35 euro. Maar ja, ik heb niet 1 vierkante meter, ik heb 2000 vierkante meter. Dus ik moet die 35 nog een keer 2000 doen. Dan kom ik op 70.000 euro, wat ik moet betalen voor 2000 vierkante meter schoonmaken. Oké, dan gaan we naar vraag B. Ik heb een schoolgebouw en die bestaat uit 3 verdiepingen, elk van 20 bij 40 meter. Bereken het bedrag dat de school per jaar bij Cleanstra aan schoonmaakkosten kwijt is. Oké, ik heb de formule. Kost is 27,5 plus 15 gedeeld door x. X was het aantal vierkante meters, ja, gedeeld door 1000. Dus ik moet het aantal vierkante meters weten. Vierkante meters betekent dat je de oppervlakte moet uitrekenen. Nou, de oppervlakte van één verdieping is 20 bij 40 meter. Ja, lengte keer breedte. Ik heb 3 verdiepingen, dus dit moet ik keer 3 doen. Hier komt 2400 vierkante meter uit. Dan ben ik er niet, want die x, dat was niet het aantal vierkante meter. Ja, dat is het wel, maar gedeeld door 1000. Dus x is 2400 gedeeld door 1000 is 2,4. Dan ga ik de formule invullen. K is 27,5 plus 15 gedeeld door 2,4. Intikken in de rekenmachine geeft 33,75. Dit zijn de kosten in euro's per vierkante meter. Nou, ik heb 2400 vierkante meter. Dus ik moet 2400 keer 33,75 euro doen. Dan kom ik op 81.000 euro uit. Dan gaan we naar vraag C. Bij vraag C staat de grafiek van K is dalend. Gaan we even kijken, want in het begin zit er ook een plaatje van de grafiek. Kijk, hier hebben we de grafiek. Hier zie je inderdaad de grafiek die gaat omlaag. Oké, gaan we terug weer naar de vraag. De grafiek gaat omlaag, de grafiek is dalend. Kun je zeggen dat de totale schoonmaakkosten per jaar afnemen als je steeds een grotere oppervlakte laat schoonmaken? Ja, die grafiek van K was wel dalend, dus de kosten nemen af. Maar ja, wacht even, K is de prijs is per vierkante meter. Dus je moet het altijd nog vermenigvuldigen met het aantal
vierkante meters dat je hebt. Ja, de vierkante meters, als die toenemen, dan neemt het totaal aantal kosten, wat je zo uitrekent, natuurlijk niet af. Dus de K gaat wel naar beneden, maar het totaal aantal vierkante meters gaat omhoog. En als je die twee met elkaar vermenigvuldigt, dan kun je niet zeggen dat de totale schoonmaakkosten afnemen. Oké, vraag D. Een bedrijf wil voor het schoonmaken niet meer dan €29,50 per vierkante meter betalen. Per vierkante meter, de prijs per vierkante meter, dat is de letter K. Nou, wat weet je van de oppervlakte van dit bedrijf als ze met Cleanstra in zee gaan? De oppervlakte, ja, ze willen graag weten, wat is de X? Ik neem even de formule erbij. K is 27,5 plus 15 gedeeld door X. Ik weet nu, de K, die is 29,5. Ja, minder dan 29,5, hè? Want ze willen niet meer betalen dan 29,5 per vierkante meter. Maar ik ga uit van de grenswaarde, 29,5. Nou, dan heb ik deze formule. En hier heb ik een vergelijking. En die vergelijking moet ik oplossen. En dat kan weer op twee manieren. Op papier. Of met de grafische rekenmachine. Met de grafische rekenmachine zet je in I1 27,5 plus 15 gedeeld door x. In I2 29,5. Op de Casio gebruik je dan de optie G-Solve en Intersect. Op papier moet je de vergelijking oplossen en dan gaan we verhuizen. Ik wil graag de x weten, dus die ga ik helemaal apart zetten. Ik verhuis de 27,5 naar de andere kant. Daar hou ik aan de andere kant ja, €2 over. 2,00 ziet er een beetje gek uit. En aan de rechterkant heb ik 15 gedeeld door x. Ik wil graag de x weten. Dan moet ik 15 delen door die €2. Dan kom ik op 7,5 uit. Maar ja, wat was die 7,5 ook weer? Die 7,5. En ook als je met intersect doet trouwens, komt er natuurlijk 7,5 uit. Die 7,5 is het aantal vierkante meters. Maar ja, ik deelde dat wel steeds door 1000. Dus als ik het echte aantal vierkante meters wil weten, moet ik natuurlijk deze 7,5 keer 1000 doen. En dan kom ik op 7500 vierkante meter. Als ik 7500 vierkante meter laat schoonmaken, dan ben ik precies €29,50 per vierkante meter kwijt. Nou kan ik zeggen hij heeft precies 7500, maar in de vraag stond hij wil minder dan €29,50 uitgeven. Dus misschien heeft hij wel minder dan 7500 meter, vierkante meter, of misschien heeft hij wel meer. We gaan proberen. Ik neem een getal minder dan €29,50 en ik ga deze berekening nog een keertje doen. Ik neem bijvoorbeeld €29 en ik ga weer de berekening uitvoeren. Precies dezelfde stappen. Ik verhuis 27,5 naar de andere kant. Ik deel 15, deel ik door 1,50 en dan komt eruit 10. Ja, 10, dat hoort bij 10.000 vierkante meter. Dat is gek, ik wil minder uitgeven, maar ik heb meer vierkante meters gekregen. Dat betekent dat als ik minder wil uitgeven dan 29,50 per vierkante meter, ik meer dan 7500 vierkante meter moet hebben. Dan gaan we naar vraag E. Bij vraag E staat er, druk de totale jaarlijkse schoonmaakkosten K ster uit in X. Kijk, de formule K met zijn 27,5 plus 15 gedeeld door X, die rekent de kosten uit per vierkante meter. Dus die K die moet ik nog vermenigvuldigen met het aantal vierkante meters. Maar ja, hoe kom ik aan het aantal vierkante meters? Ja, ik had die X en die X had alles met het aantal vierkante meters te maken.
Die x was het aantal vierkante meters, maar dan gedeeld door 1000. Dus als ik die x keer 1000 doe, dan heb ik precies het aantal vierkante meter. Dus ik moet de kosten nemen, k. Die vermenigvuldigen met het aantal vierkante meters. Ja, x keer 100. Dan gaan we k ster. Is de kosten bij vierkante meter 27,5 plus 15 gedeeld door x. Zet ik haakjes omheen. Die ga ik vermenigvuldigen met het aantal vierkante meters. En het aantal vierkante meters is eigenlijk x. Ja, dan keer 1000. Dan heb je nu een prachtige formule. Maar het antwoordenboekje die werkt het wat anders uit. Ik wissel even de volgorde van het sommetje om. Ik doe 1000 keer x keer 27,5 plus 15 gedeeld door x. Nu ga ik de haakjes uitwerken. Ik krijg 1000x keer 27,5 is 2750x. En ik krijg 1000x keer 15 gedeeld door x. Nou, dat gaan we ook uitwerken. Die 2750x laat ik lekker staan. 1000x keer 15 gedeeld door x. Nou, je moet zo zien. Je krijgt 1000 keer x keer 15 gedeeld door x. Dus je krijgt keer x gedeeld door x. En dat heft elkaar op. Dus ik hou alleen nog maar over 1000 keer 15. Nou is de som bijna af. 2750x plus 15.000. En dat is de formule k ster voor de totale kosten.